Ja, we liepen gewoon terug van de carnaval, gingen ergens wat eten. En ik riep wat naar die jongens, waarom ze geen carnavalskleding aan hadden. Ja, gewoon en, tijdens een carnavalsfeestje verder. Ja, ja. Ja, nee, dat hadden geen carnavalskleding aan, dus ja, dan vraag je ook een beetje om een opmerking of iets. Mm-hmm. Ja, toen liepen Guus en ik verder. Toen kwamen er al twee jongens achter ons aanrennen, want ze waren met 5 of 6 of zoiets. Ik weet niet meer. Ja, en toen was Guus al snel doodgestoken en probeerde hem nog te helpen om mijn hand erop te houden en 1-2 te bellen. Ja. Maar dat mocht. Nou ja, doodgestoken. Hij werd gestoken. En ja, ja, dat gaat ook niet in 1 seconde natuurlijk. Nee, nee. Ik weet niet hoe lang het ongeveer heeft geduurd, maar ja, hij was wel snel weg. Ja, maar naar aanleiding van dus een grapje over een kostuum is jullie vriend dus doodgestoken. Wanneer besloten jullie, we moeten hier iets mee? We moeten de handen zeg maar samenbrengen en ook daar iets mee doen? Nou, op een gegeven moment hadden we na een tijdje iets van rust. Dat je wel met elkaar er iets over kon praten. En ja, toen was wel snel duidelijk dat we als groep iets wilden bereiken en dat we iets wilden opzetten. En ja, toen hebben we de hashtag Gedrago bedacht. Om eigenlijk eerst eigenlijk regionaal, het was heel klein hoe we dat hadden bedacht, om echt een onderwerp aan te spreken wat nou echt bij de jeugd leeft. Ja. En wat echt een probleem is. Niet alleen in ons dorp, maar je ziet het veel meer plekken terugkomen. Ja, en dan gaat het dus over zinloos geweld. Ja, we hadden het over zinloos geweld. Vroeger werd het gewoon al vaker tegen ons gezegd, Gedrago. En dat stond altijd voor gedraagje. Dus als ik thuis de deur uitging, dan kreeg ik altijd te horen van Pam Bam, Gedrago. En doe geen gekke dingen.